De waarheid die de mens moet bezitten, is te vinden in het woord van God. Een waarheid die erg gunstig is en behulpzaam voor de hele mensheid. Er is de voedende stof die je lichaam nodig heeft. Een waarheid die de mens zou moeten kennen om zijn normale menselijkheid te herstellen. Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe sneller je leven zal bloeien. Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe duidelijker de waarheid wordt. Als je gestalte groeit, zul je de spirituele wereld duidelijker zien. Je zal meer kracht hebben om Satan te verslaan. Beoefen Gods woord en je zal de waarheid kennen. De meeste mensen zijn al tevreden als ze de tekst van Gods woord begrijpen. Zoals de Farizeeërs focussen zij op doctrine zonder de diepte ervan in de praktijk te ervaren. Hoe kan de zin het woord van God is leven voor hen waar zijn? De mens waar het bloeien, het kan niet groeien, simpelweg door het lezen van Gods woord. Het kan niet groeien, simpelweg door het lezen van Gods woord. Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe sneller je leven zal bloeien. Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe sneller je leven zal bloeien. Hoe meer je Gods woord in de praktijk brengt, hoe duidelijker de waarheid wordt. Als je denkt dat het begrijpen van Gods woorden zorgt voor leven en gestalte, dan is je begrip onjuist. Gods woord waarlijk begrijpen gebeurt.